Hey, mijn naam is Geert, en als je last hebt van angst, kan vallen, hyperventilatie, gegeneraliseerde angst of een angststoornis. Als je last hebt van rijangst, vliegangst, een sociale fobie, bloosangst, angst voor de angst ook, waarbij je hoopt dat je het niet nog eens gaat moeten meemaken, dat je het niet nog eens gaat voelen, dat je mogelijk al bepaalde zaken vermijdt. Last hebt van agorafobie enzovoort. Ik ga stoppen met namen noemen hier, maar met me wat wat met angst te maken heeft, dan gaat dit een heel belangrijke video worden, want ik ga zo meteen dit bord gebruiken om je een paar technieken aan te leren die je kan gebruiken op het moment dat je de angst begint te voelen, om er dan voor te zorgen dat het geen chronische angststoornis wordt, of geen paniekaanvallen worden, of geen hyperventilatie worden en zo. Ik heb daar heel veel ervaring mee, want ik heb daar zelf heel veel last van gehad. Van mijn negende tot mijn 23e, gedurende 14 jaar. Dat is heel erg geworden bij mij. Maar ik ben daar wel van afgeraakt in 2004 na veel moeite te doen. En ondertussen lijkt dat al een eeuw geleden. Maar sinds 2005 ben ik andere mensen beginnen helpen om hun angst te overwinnen, om er ook iets aan te doen. En ik heb in al die jaren het geluk gehad om al duizenden mensen te kunnen helpen over de hele wereld zelf. Dus ik denk dat je veel gaat hebben aan deze video. Ik ga er meteen in vliegen. Op het moment dat je de angst begint te voelen, dat je zo het gevoel krijgt van oei, toch niet nu. Het gaat weer niet leuk zijn. Het is weer daar en ik heb het al eens gevoeld en ik wil dat niet opnieuw voelen enzovoort. Op dat moment voel je dat er iets fout is, dat er iets verkeerd is en ga je bepaalde symptomen gaan voelen. En dat kan een gewoon gevoel zijn, of dat kunnen ook echt specifieke symptomen zijn. Er is een hele lijst van symptomen bij angst, en symptomen bij paniekaanvallen, en hyperventilatie enzovoort. En dat kan voor jou anders zijn dan wat ik nu ga zeggen, maar ik had bijvoorbeeld last van hartkloppingen. Ik ging meteen in mijn nek voelen om te zien of ik wel oké okay was. Ik begon te blozen, ik begon te zweten. Ik had een droge mond, ik kreeg spijsverteringsproblemen. Dus ik werd misselijk, mijn maag deed raar, mijn darmen deden raar. Ik wou altijd een wc in de buurt hebben. Ik kreeg ook een benauwd gevoel. Alsof, alsof ik in een, in een heel kleine lift zat bijvoorbeeld, ook al was dat helemaal niet zo. En ik wou overal meteen weg kunnen, ik kreeg duizelingen, hoofdpijn, het gevoel dat ik ging flauwvallen, een tintelend gevoel op mijn huid, pijn in de borst soms, enzovoort. En zoals altijd ging ik daarmee natuurlijk eerst naar mijn huisarts, dat is wat je altijd eerst moet doen, maar die vond niets, die zei van Geert je bent gezond, er is niets aan de hand. Maar er was veel aan de hand, want ik voelde het natuurlijk allemaal echt. Je hebt dus symptomen op dat moment. Het kan zijn dat dat van jou niet in het lijstje zit, maar als je last hebt van angst en dat symptoom, dan is er een kans dat er dus een link is. Maar dan, als je dat voelt, gaan we iets heel raar beginnen doen. Wat eigenlijk ook wel logisch is. Je gaat je vragen beginnen stellen. Je gaat denken van, oei, wat is er aan de hand? Waarom is dat hier nu aan het gebeuren? Toch niet nu. Als je niet graag bij veel mensen bent, ga je misschien denken van, oei, wat gaan die mensen van mij denken? En, en moet ik hier nu wegvluchten? Maar dat gaat heel raar zijn. Of als je alleen bent, ga je misschien beginnen denken van, maar, allez, wie gaat er mij komen helpen? Wat is er aan de hand? Heb ik een ziekte? Is er iets mis met mij? Enzovoort. Je begint jezelf vragen te stellen. Door die vragen ga je een systeem lanceren in je lichaam. En dat is de vecht- of vluchtreactie. Dat weet je misschien al. De vecht- of vluchtreactie is een heel speciale reactie die dient om te vechten of te vluchten. En dat is heel raar dat je daar zo last van krijgt wanneer er een bepaald symptoom is. Ik kan je uitleggen hoe dat, dat komt? Stel je voor dat wij twee samen aan het wandelen zijn in een bos. Hier ergens bij ons. We zijn in een bos samen aan het wandelen en plotseling staat er een tijger voor ons. Niet zomaar een tijger, maar een tijger die al een maand van ons aan het dromen was, omdat hij onze foto had gevonden op sociale media en hij is al een maand aan het dromen van die supergoeie maaltijd die nu eindelijk voor hem staat. En we zien het aan zijn ogen: hij heeft honger, hij gaat ons beginnen aanvallen. Op dat moment gaat ons lichaam de vecht- of vluchtreactie lanceren om te gaan vechten met die tijger, wat een heel stom idee zou zijn, of om heel snel te gaan lopen, om te vluchten. We krijgen een scheut adrenaline, we gaan een, een hart hebben dat heel snel begint te kloppen, bloed gaat naar onze spieren enzovoort. Allemaal om te vechten of te vluchten. We gaan heel rare dingen voelen. Maar wat er niet gaat gebeuren, is dat jij op dat moment naar mij gaat kijken en gaat zeggen: Van Geert, ik, uh, mijn hart is super hard aan het kloppen. Begint te blozen, gaan, gaan, wat gaan de mensen daarvan denken? En, oef, ik heb allemaal van die rare gevoelens, hè? jouw specifieke symptomen. Wat is er aan de hand? Daar ga je niet mee inzitten. Je gaat me die vraag niet stellen. We gaan daar allemaal niet mee inzitten, want er staat een tijger voor ons die al onze aandacht aan het opeisen is. En we gaan daarmee bezig zijn. Maar als jij gewoon ergens in een supermarkt met je winkelkar aan het rondrijden bent of met de auto aan het rijden bent, als jij gewoon ergens met mensen aan het praten bent, in een vergadering zit, in een vliegtuig zit, in een, in een cinema, in een restaurant. Als jij gewoon thuis bent en in de zetel zit of in je bed ligt en je begint plotseling die symptomen te voelen. Dan is er geen tijger, hopelijk. Dan ga je niet begrijpen waarom dat dat allemaal aan het gebeuren is. Dan ga je je wel al die vragen stellen en ga je de vecht- of vluchtreactie lanceren. Maar waarom? Omdat ons lichaam geen verschil kan maken tussen iets waar wij echt bang van zijn dat een echt gevaar is, zoals die tijger. Oei, een tijger lanceert de vecht-vluchtreactie. Maar oei, wat is er aan het gebeuren in mijn lichaam? Of wat gaan de mensen van mij denken? Ik kan een keer weg, enzovoort, lanceert ook de vecht-vluchtreactie, omdat ons lichaam het verschil niet kan maken. En ons lichaam lijkt daar heel primitief en dom zelf, maar het moet zo zijn. Dan stel je voor dat wij opnieuw die tijger zien staan en dat wij denken van oh, dat is een tijger. Maar ik heb ook al lieve tijgers gezien in tekenfilms en zo. Dus misschien kan ik er iets mee gaan knuffelen. Misschien is dat wel een toffe en heeft hij helemaal geen honger. Dat gaat ons lichaam niet doen natuurlijk. Dat zou dom zijn. We zouden sterven, want tijgers hebben altijd honger. Dus mag het geen onderscheid kunnen maken en dan gaat het heel snel angst gaan lanceren. Je moet niet veel vragen stellen om angst te lanceren. Dat is gewoon wat ons lichaam op dat moment doet. We krijgen een scheut adrenaline en we lanceren de vecht- of vluchtreactie. Maar door die scheut adrenaline. Ik ga het hier gewoon als ADR opschrijven. Dat is geen P, maar een D. Door die scheut adrenaline krijgen we natuurlijk nog meer symptomen. Maar gewoon, zo, symptomen. Die gaan omhoog, die symptomen. Dus al die gevoelens die je hier had, worden erger. Ah ja, je lichaam is zich gewoon aan het voorbereiden om, om te vechten of te vluchten, maar daardoor gaan we heel rare dingen voelen en gaan er rare dingen gebeuren in ons lichaam. En jij, als gewone mens natuurlijk, gaat heel normaal nog meer vragen krijgen. Je gaat misschien zeggen: van ja, daarnet. Dacht ik nog misschien? Van, ja, het zit misschien gewoon tussen mijn twee oren, zoals andere mensen altijd zeggen. Ik maak me misschien gewoon veel te veel zorgen. Er is misschien niets aan de hand. Hier ga je weten dat er iets aan de hand is, want die gevoelens van hier zijn erger geworden. Nu ga je mogelijk echt denken van. Oei, ik moet hier weg. En ik wou dus altijd dat er een wc in de buurt was. Op dit moment ging ik de wc gaan zoeken, waarschijnlijk. Of ging ik ervoor zorgen dat ik niet ingesloten was, dat ik al weg kon voor andere mensen, dat ik al een excuus aan het bedenken was. Als ik helemaal alleen was, ging ik iets gaan opzoeken op internet. Of ging ik iets doen, gewoon omdat ik echt dacht dat er iets mis was. Ik weet niet wat jij op dit moment gaat denken hier, maar je gaat nog meer vragen hebben dan hier. Wat gaat ons lichaam doen? Wel, we zijn eigenlijk tegen het lichaam aan het zeggen: van, kijk. Er is niet één tijger voor ons. Er staan er vier en nog vijf wolven ook, en die hebben allemaal onder. Dus zegt ons lichaam: dat is, geen dat is geen probleem. Ik wil dat jij overleeft, ik ga je beschermen. Ik ga nog meer de vecht- of vluchtreactie lanceren. Ah ja, het lichaam, hoe stom dat, dat ook is op dat moment, doet gewoon wat we vragen. Wij geven nog meer angst. Door al die vragen gaan we nog angstiger worden. Gaan we al iets dichter staan bij een paniekaanval of bij hyperventilatie. Of als we dit heel veel doen, gaan we last beginnen krijgen van een gegeneraliseerde angststoornis, waarbij we er altijd last van krijgen. Maar die vecht- of luchtreactie wordt dus nog erger. Sommige mensen krijgen zelf last van derealisatie. Dat is het gevoel alsof je in een droom bent. Alles begint plotseling niet echt te voelen en zo. Maar dat is ook gewoon weer een van de vele systemen in ons lichaam om ons te beschermen tegen een gevaar. En er staat geen tijger voor ons, maar ons lichaam denkt opnieuw van wel door wat we tegen onszelf aan het zeggen zijn. Het gevolg natuurlijk is dat ons lichaam, wacht even, ik zeg dat ik hier geen stift laat vallen, nog meer adrenaline gaat lanceren en dat al die symptomen nog erger gaan worden. En dan is de cirkel rond. Dit is de visieuze angstcirkel, zoals ik hem noem. En als je hier dus blijft doorgaan, want omdat de symptomen nog erger worden, ga je je nog meer vragen stellen enzovoort. Als je hier meerdere keren doorgaat, dan krijg je een paniekanval. Dan ga je last krijgen van hyperventilatie en beginnen hyperventileren. Dan ga je moeten vluchten, waar je dan ook bent. Dan ga je je echt slecht voelen en achteraf heel moe voelen, omdat je heel veel adrenaline aan het verbruiken bent. Ik was hier olympisch kampioen in. Elke keer wanneer ik last kreeg van mijn symptomen, op den duur, hè, het is zo niet begonnen, maar op den duur, ging ik altijd tot de piek van angst, waarbij het echt niet anders meer ging dan te vluchten of dan ja, volledig in paniek te slaan en een echte paniekaanval te krijgen. Ik weet niet waar dat jij zit op dit moment, maar dat is de cirkel die op dat moment aan het, aan het draaien is eigenlijk. En eigenlijk, dat is het moeilijke wat ik nu ga zeggen, eigenlijk is dat onze fout. Wij zijn er dan toen door al onze gedachten. Maar dat is ook goed nieuws, want we kunnen die cirkel stoppen door dit hier weg te nemen. Als we dit wegnemen, gaat de vecht- of luchtreactie niet gelanceerd worden. En in tech is dat iets moeilijker dan wat ik hier nu net gedaan heb, maar ik ga je al een methode geven. Ik heb heel veel methodes hiervoor. En mijn klanten volgen een audioprogramma van thuis uit van 15 weken, waar ik heel veel methodes uitleg. kan ik hier nu niet allemaal uitleggen, maar ik ga je al een heel belangrijke geven. En dat is de vriendmethode. Stel je voor dat jij op een klein meisje moet babysitten en dat meisje komt naar jou en ze zegt... Ik ben heel bang. Ik uh, kan niet slapen. Ik, ik denk dat er monsters in mijn kast zitten. Wat ga je tegen dat meisje zeggen dan om haar gerust te stellen? Ga je A ah, zeggen? Oei, oei, oei. Ja, ja, maar dat is normaal dat je niet kan slapen. Zee, allee, monsters, die bestaan niet, denk ik. Maar spoken misschien wel. En heel gevaarlijke mannen sowieso natuurlijk. En ik weet niet of je het nieuws al gezien hebt, maar er is vandaag weer veel gebeurd. Hè? Oh, en... Ga je dat tegen dat meisje beginnen zeggen? Nee, hè? want ze gaat beginnen wenen natuurlijk. Je gaat het alleen maar erger maken. Heel logisch en stom wat ik hier nu aan het vertellen ben. Maar de vraag is: waarom praten wij wel zo tegen onszelf? In deze stap hier en hier nog meer zijn we onszelf angstiger aan het maken. Zijn we zelf angst aan het toevoegen door wat we tegen onszelf aan het zeggen zijn. Stom, hè? De vriendmethode is dat je tegen jezelf gaat zeggen: van oké, okay, stel dat dat meisje of mijn beste vriend of vriendin naar mij komt en mij zegt: van kijk, ik voel al die dingen, ik ben daar bang door. Wat ga je tegen die beste vriend of vriendin zeggen om hem of haar te kalmeren? Zeg dat dan tegen jezelf. Het is ook op jou van toepassing. Als die vriend of vriendin zich eigenlijk geen zorgen moet maken, moet jij je eigenlijk ook geen zorgen maken, natuurlijk. Dus dat doen we daar en daardoor ga je dit hier niet gaan starten. Nu stel nu. Als je dit in het begin aan het oefenen bent, dat je toch al tot hier geraakt bent of dat je al twee keer door de cirkel gegaan bent, dat is allemaal oké. Okay. Stop op het moment waarop je het beseft. De volgende keer dat je last krijgt van angst, denk aan mij. Denk aan Geert. Denk aan deze video en besef het gewoon. Besef, vertel aan jezelf wat er aan het gebeuren is. Dan ga je het al kunnen stopzetten. Nu ga je misschien heel slim zijn en al gedacht, al gedacht hebben van dat is heel tof Geert als je dat hier stopzet, maar. Als ik dat symptoom nu eens niet zou krijgen, als ik dat eerste gevoel van angst nu eens niet zou krijgen, dan is, dan is mijn leven perfect. Opnieuw, ik, ben, ik heb vroeger last gekregen van agorafobie, omdat ik meer en meer begon te vermijden. Dat ik dacht dat ik slim was. Ik dacht, dat is de oplossing. Ik ga gewoon alles wat ik doe, waar ik angst voel, waar ik al die gevoelens heb, waar ik dan weg wil enzovoort, ga dat gewoon vermijden. Simpel, dan, dan heb ik er geen last meer van. Maar die angst achtervolgde mij. Ik begon op steeds meer plaatsen paniek aanvallen te krijgen, te hyperventileren, te blozen, weg te willen enzovoort. Dus dat was echt de oplossing niet. Nu, er zijn ook methodes om die symptomen aan te pakken, en één ervan is gewoon al te beseffen waarom we ze hebben. Als jij op een bepaalde plaats angst gehad hebt, ik weet opnieuw niet, ik sta niet echt voor jou, jij staat er spijtig genoeg niet, maar ik weet niet waar jij daar last van hebt. Maar als jij ergens angst had, dan heb je aan je lichaam verteld dat daar tijgers stonden. Je lichaam heeft doodsangsten gevoeld, heeft willen overleven en dat is dat niet vergeten natuurlijk. Dus de volgende keer dat je op dezelfde plaats komt, denkt aan zo'n plaats dat je weet dat je naar zo'n plaats gaat moeten gaan of dat je in een gelijkaardige situatie zit, zelfs een gelijkaardige situatie, gaat je lichaam zeggen van: "Wow. Dat lijkt hier op die plaats waar vorige keer die tijgers stonden, hè? Dus ik ga je toch al wat adrenaline geven. Ik ga die vecht-of-vluchtreactie al een beetje lanceren, want misschien gaat er straks vanachter die boom plotseling een tijger tevoorschijn komen. Ik ga je daar al op voorbereiden. Kan je al wat symptomen geven. Stom, niet veel aan te doen op dit moment als je hier al last van hebt, want je lichaam is gewoon geconditioneerd om zo te reageren. En er zijn ook methodes om dat aan te pakken, maar dat kan ik in deze video niet uitleggen, want anders zijn we uren bezig. Maar weet al dat je daarom misschien gewoon het symptoom krijgt, door angst voor de angst. Een andere reden kan ook zijn dat je lichaam op, op iets anders aan het reageren is. Ik kreeg vroeger last van duizelingen en hoofdpijn door kunstmatige zoetstoffen. Nog altijd trouwens, door aspartaam, wat in zero-drankjes zit. En mijn huisarts wou dat niet alleen niet geloven, hij heeft dat ook nooit zelf tegen mij verteld. Dus dat heeft heel lang geduurd eer ik dat doorhad. Als ik iets dronk met aspartaam in en ik ging dan iets sociaal doen met andere mensen of iets waar ik niet meteen weg kon, dan was het feest natuurlijk, want dan voelde ik die duizelingen. Dan kwamen alle andere symptomen ook omdat ik de vecht- of vluchtreactie lanceerde en ik ging altijd op weg naar een paniekaanval. Omdat mijn lichaam op iets aan het reageren was. Dat kan dus ook al helpen, dat je dat gewoon tegen jezelf vertelt: van ja, mijn lichaam is waarschijnlijk gewoon op iets aan het reageren op dit moment. Zie je? Maar de belangrijkste stap is deze hier. Want er gaan altijd momenten zijn waarop we iets gaan voelen wat we niet, niet graag voelen. Iemand die bijvoorbeeld last heeft van bloosangst, als die persoon. Leert om dit hier niet te doen, dan kan het zijn dat die nog eens ergens begint te blozen, maar die gaat daar niet meer mee in zitten. We gaan soms eens last hebben van een griep die eraan komt en een bepaalde symptomen voelen. We gaan niet slecht geslapen hebben, we gaan eens zenuwen hebben of stress hebben voor iets. Dan is het nog altijd belangrijk dat we deze stap niet maken om geen extra angst te gaan toevoegen, natuurlijk. Dus dit stuk hier is eigenlijk het belangrijkste. En hoe minder we dit hier gaan doen, hoe meer de symptomen zelf ook gaan wegblijven. Ik hoop dat je een paar aha momenten gehad hebt tijdens deze video. Als je meer hulp wil van mij, kom dan naar mijn website. Ik ga hieronder bij de beschrijving een link plaatsen naar de website. Ik zal het ook hier in beeld zetten nu. Op mijn website heb ik nog meer filmpjes, artikels, heb ik een gratis nieuwsbrief. Schrijf je daar zeker voor in, want dat is één keer per week een hele mail met extra tips en zo die niet op mijn site staan. Mijn klanten volgen een audioprogramma van thuis uit, dat dus 15 weken duurt waar ze naar luisteren, met ook nog een paar extra video's in. Maar het is vooral om naar te luisteren. Dat kan je ook aankopen als je wil. Maar ik hoop vooral dat je de volgende keer dat je last krijgt van jouw specifieke angst. Dat je aan mij gaat denken aan deze video, dat je het gaat beginnen toepassen. En opnieuw, als je nog meer hulp wil, kom dan naar de website. Ik sta daar op jou te wachten. Ik vind het sowieso super dat je naar deze video gekeken hebt. Ik vond het super om hem voor jou te maken en ik hoop dat je er veel aan haalt.